Ja, over precies een week vandaag zou het van start zijn gegaan. Ja, het is echt janken met de pet op. De vierdaagse feesten van 2020. Nou, geen nieuws dat dat niet doorgaat, maar er zijn her en der wel wat alternatieven voor bedacht. Zo ook bij het café Marcus Antonius in Nijmegen. Die hebben een heel programma opgesteld voor die vierdaagse week, die er dus eigenlijk niet is. Nou, hebben we aan de telefoon Paul Hanger, de eigenaar van het café. Nou kan ik dat interview natuurlijk zelf gaan doen, maar onze gast vandaag is Thijs. En Thijs, jij werkt bij dat café. Ja, dat klopt. Ja. Oh. Nou, dan zou ik zeggen, ik ga mijn best doen. Nou. Succes. Begin maar. Oh, nou, hoi Paul. Hoi. Hoi. Dit jaar dus geen vierdaagse. Wat dacht je toen we dat te horen kregen? Jammer. Ja, ik moet meer zeggen. Jammer dat het feest niet doorgaat. Ja. Daar kijk ik niet van uit. Ja, en nu heb je dus wel een alternatief bedacht. En wat is dat alternatief precies? Kun je daar iets over vertellen? Nee, ik heb het de zomerfeestweek genoemd. Om toch weer de mensen de gelegenheid te geven om toch weer te kijken hoe Nijmegen kan zijn. Ja, ja, ja. En wat gaat er precies allemaal gebeuren in die week? Ik heb voor elke dag een ander thema uitgekozen. En we starten met een 90s party. En dan een Hollands-Duitse dag. Een Latin dag. Voor ieder wat wils. Ja, het klinkt heel leuk. En wat zijn je verwachtingen van die week? Of tenminste, verwacht je dat het druk gaat worden? Ik weet het niet. Ik weet dat heel veel mensen deze tijd vrij hebben, omdat het vanwege de vierdaagse. Ja, ja, ja. En ook al is het corona, de mensen willen toch even hun uitje hebben. En ik hoop dat ik daar dan de mensen van kan voorzien. Ja, precies. En je zegt corona, maar hoe heb je daarop voorbereid in het café dan? Ik probeer voor iedereen een zetplaats en anderhalve meter, ja, probeer het toch aan te houden. Hè? Is het dan een maximum van het aantal mensen dat binnen mag komen? Ik mag geloof ik iets van 66 man op mijn vierkante meters binnen hebben. Ook qua zitplaatsen. En dan heb ik ook nog een groot terras waar nog mensen kunnen zitten. Dus, lekker. Ja. Hey, maar even in het kort voor mensen die nog nooit van Marcus Antonius hebben gehoord. Kun je eens kort omschrijven wat voor café het precies is en voor wie? Het is een gay danscafé waar iedereen welkom is die zichzelf wil zijn. Geen probleem heeft als er ook mensen zijn die anders geaard zijn of anders zijn. Ja. Paul, ga je zelf een pintje drinken? Ik zal het staan achter de bar, dus dat zal moeilijk gaan. Hè? Nou, ik weet toevallig wel, in mijn dorp, zuipen ze gewoon achter de bar hoor, met leuke feestdagen. Ja, nee, maar ik moet toch mijn kop erbij houden. Ja, het is heel belangrijk inderdaad. Ja. Nee, heel goed Paul. Dankjewel. En heel erg veel succes en plezier dan in de Vierdaagse Week. Ja, dank je. En een fijne avond, hè. Ik hoop jullie voorbij zien komen. Ja, nee, ik hoop het ook, zeker. En sowieso, Thijs, moet je werken, Thijs? Nee, die week helaas niet. Nee. Maar misschien kunnen we vanavond naar de show nog even een lekker drankje doen. We gaan zeker nog even een drankje doen. Oh, kijk, Paul, we komen eraan. Hoi, hoi. Hoi.